niveau, eerste twee sets. Derde set op zich ook wel, want ik heb de kansen, ik heb echt beter van het spel. Service was wat minder, daardoor ging het allemaal iets moeizamer, maar qua spel was het oké. Ik had het gevoel dat Robin echt beter was in zijn wedstrijd, ondanks dat hij nog een setje verloor. En dat die jongen een korte opleving, doordat hij wat meer risico ging nemen. Maar dat Robin toch te solide was vandaag en te goed om dat te laten lopen. Moeilijk, zeker in het begin. Ik had op een gegeven moment wel het gevoel dat ik er beter in kwam. En ik kreeg ook eigenlijk wel, ik zat wel in zijn games, alleen ik trok gewoon niet door met de games binnenhalen. En dat is zo'n gedeelte wedstrijd tekort zijn. En dat is ook zijn klasse. Hij moest echt even zoeken. Vanochtend in de training lekker los. En dan zie je dat in de wedstrijd toch nog wel wat meer nagedacht wordt en je ritme zoeken en de bal en de timing. En dat er iemand weer anders serveert, lastig, een beetje slice, een beetje kick. Nou ja, dat zijn allemaal weer andere dingetjes en dat is ook wel weer de klasse van het Zoom, hoor. Dus daarom staat hij ook zo hoog. Tot slot, hoe smaakte het bankie? Nou, ik had een beetje het gevoel dat ik in een soort directors, producers stoel zat bij een film of zo. Het is niet echt een bankje. Ik zat op een filmset voor mijn gevoel. Alleen dit kun je niet overdoen, hè? Nee. De eerste wedstrijd hoeft ook niet over. De tweede gaan we zondag overdoen.